Het is nu tijd voor mijn studiogast en hier heb ik uitgenodigd Rowena Barat. En zij is Miss India Worldwide Suriname 2019. Rowena, dit jaar hebben we weer zo'n pageant, maar alvorens we hierover gaan praten. Je bent Miss India Worldwide Suriname 2019. Hoe was het om eigenlijk bekroond te worden tot deze titel? Dankjewel Samuel om me hier te hebben vandaag. Ik moet wel zeggen, hoor, het voelt goed aan om weer hier te zitten als Miss India. Om weer zo naar voren gebracht te worden na zo lang. Om terug te komen op je vraag. Het was een hele wow moment. Zoals vele mensen weten, ik heb met 2018 meegedaan. En toen werd ik tot de third runner-up betiteld. Maar in 2019, doordat de pageant, voorzitter, niet op zo'n korte termijn een hele pageant kon organiseren, heeft ze dan toen besloten om de top 6 kandidaten weer nogmaals een kans te geven om de titel van 2019 te hebben. Dan zodoende heb ik dan toen meegedaan en ik mocht wel zeggen dat ik 10 keren mijn best heb gedaan, 10 keren de inzet heb gedaan en ik mag wel nu ook verklappen dat de taken van 2019 toch wel heel zwaarder waren omdat ze je willen klaarstomen voor de international pageant. En het was geen koek en ei, het is niet allemaal gegeven, maar het was toch heel tof om te zien dat ik dat na alle dingen die ik heb meegemaakt in 2009, dat ik dat mocht hebben en de kroon met eer mocht dragen en Suriname met trots mocht vertegenwoordigen. It feels good. En waar heb je Suriname moeten vertegenwoordigen? In India. 2019 in India heb ik Suriname Mumbai vertegenwoordigd. En hoe was het om Suriname daar te vertegenwoordigen in een miljoenenstad? Mensen kennen me niet daar als Rowena Bharat hoor. Mensen kennen me als Suriname. Het was een eer, mocht ik zeggen. Ik ben nooit naar India geweest. Maar Miss India Suriname heeft mij de gelegenheid aangeboden om dat te doen. En ik mag wel zeggen dat het amazing was. Ik kreeg tot heden zoveel opportunities. Mensen kennen me nog door alle indruk die ik heb gemaakt als Suriname in het buitenland. Het is gewoon fantastisch. En Stichting Beauty Pageant of Suriname is eigenlijk belast met de organisatie van deze verkiezing. En vanwege COVID is alles stilgebleven de afgelopen 2 jaar. Vertel, wat brengt 2022 met zich mee? Ik zou toch wel zeggen, om je te corrigeren. De pageant was stilgebleven, dus dat een andere Miss de kroon niet kreeg of de titel niet kon dragen. Maar ik ben niet stil blijven zitten. Door de hele pandemic heb ik dan toch wel heel veel achter de schermen gedaan om zeg maar, onze mensen in Suriname een beetje community service te doen. Maar nu in 2022 zijn we gestart en ik mag wel verklappen dat er niet alleen een Miss category is, maar ook Miss Teen en Mrs. category. Dus er zijn 3 categorieën aan missen die we gaan afvaardigen dit jaar. En vertel over de Miss Teen, voor welke leeftijdsgroep is dat? Tussen de 14 en 18 jaar. Lengte is 1,68. Mm-hmm. Maar ja, met hakken en al word je 1,68. Dus ook al ben je 1,54 mag je gewoon nog meedoen hoor. Mm-hmm. Eén van je ouders moet sowieso Hindustaan afkomst zijn. En niet getrouwd, not engaged, just single. En dat is voor de Miss Teen? Miss Teen, ja. En nu voor de Miss India Worldwide Verkiezing Suriname. Mm-hmm. Hoe verloopt dat traject en wat zijn de vereisten om mee te doen? Aan Miss? Het is gewoon hetzelfde gebleven tussen 18 en 25 jaar. Je mag ook niet gehuwd zijn, ook niet engaged zijn. Een van je ouders moeten ook zeg maar Hindustaan zijn. En ja, lengte 1,68. Ja? Zijn jullie al begonnen met de inschrijvingen om die open te houden? Ja, we zijn al heel lang, sinds 2019, zouden kandidaten zich moeten registreren. Maar omdat COVID toen kwam. Hebben we dat een beetje aangehouden. Dus al die kandidaten die toen hebben geregistreerd, worden gewoon automatisch meegenomen. Maar dit jaar, toen we het ook hebben gelanceerd op Facebook, overal social media, hebben we dan vanaf toen, ik denk januari al, waren we al begonnen met de inschrijvingen. En hebben jullie al genoeg inschrijvingen? Of hoe loopt het? Ik moet toch wel zeggen dat er toch wel genoeg zijn, omdat het 3 categorieën zijn, hebben we toch niet zoveel inschrijvingen, maar Miss zijn er natuurlijk wel. Maar omdat het pas bekend is geworden voor de Miss Teen en Misses, dan houden we dat nog een beetje open.
Zodat de mensen nog een beetje gelegenheid hebben tot eind maart, dacht ik dat ze dat kunnen doen. En hoe kan je inschrijven of waar? Op de page van Miss India Worldwide Suriname, zowel Instagram als Facebook, op mijn persoon Ruina Barrett ook, zou je dat zo'n link vinden. Als jij zeg maar geïnteresseerd bent in de Misses categorie, dan kan je klikken op zo'n link en dan krijg je een hele inschrijvingsformulier. Ga je dat alles invullen, dus een digitale inschrijving. Dan krijg je zo'n mail terug gereplied, wat je allemaal moet voorbereiden voor de audition. En waarom zou het eigenlijk belangrijk zijn voor een vrouw om mee te doen aan zo'n pageant? Voor mij, ik ga over mezelf praten hoor. Voor mij, het heeft me toch wel een beetje confidenter gemaakt, een beetje zelfverzekerder gemaakt. Het heeft me geholpen een beetje zelfstandiger te gaan handelen. Het doet heel veel aan je persoonlijke groei. Het maakt heel veel deuren voor je open. Als ik mag kijken naar mezelf, heb ik zoveel dingen op mijn eentje gedaan. Natuurlijk met toestemming van de voorzitters. Ik ben zelf afgevaardigd naar India. Dus je vertegenwoordigt niet alleen je land, maar er komen zoveel andere dingetjes kijken. Zoveel deuren gaan voor je open. Ik heb in het verleden ook projecten voor de president moeten uitvoeren als Miss. Zoveel special appearance maken, guest of honor. Zoveel movies en film en weet je, fashion dingetjes nodigen me uit. Maar ik had gewoon ook een purpose waarom ik meedeed. Dus ik kan niet op alles ja zeggen, omdat ik ook een bezige bij ben in het dagelijks leven. Maar ik mag toch wel zeggen, het is een beautiful ervaring hoor. Ik zeg niet alleen, ik heb het altijd vaker gezegd, ook bij onze vorige interview in 2019 heb ik het ook gezegd. Een miss zijn is niet alleen mooi zijn. Ja, is maar dat zou ik vragen. Ja, niet alleen zeg maar de kroon dragen, een titel hebben en rondlopen en gewoon mooi doen. Maar het brengt heel veel verantwoordelijkheden met zich mee. En je moet in staat zijn, ik wil niemand bang maken, maar je moet in staat zijn om al deze taken toch wel voor te kunnen zetten. Je praat over verantwoordelijkheden met zich mee. Moet je je als miss daar misschien anders gaan opstellen dan wat je voorheen was? Nee, you don't need to change yourself. It depends on your personality, zeg ik. Wat ik bedoel met verantwoordelijkheden, je wordt een public servant, om het zo te zeggen. A people's person, je wordt in public eye gezet. Je moet heel veel taken doen. Niet dat je gedwongen wordt om het te doen, it's your personality. Je moet het uit jezelf willen doen. En omdat ik dat stukje al heb, zeg maar dat kennis al heb om te weten wat het is om niks te hebben, kan ik dat stukje belevenis ook tonen aan de mensen die ik help. Ik doe het niet voor dankbaarheid, ik doe het gewoon om een beetje zegen met zich mee te krijgen. En ik vind elk miss moet dat eigenlijk wel doen hoor. En voor wanneer is de planning van deze Miss India's verkiezing Suriname? De planning is eind mei in Suriname nationaal. En internationaal is het eind juni gepland. En waar wordt het dit jaar gehouden internationaal? Internationaal wordt het in New Jersey gehouden. Dus New York, Amerika. Heb je nog een laatste oproep aan de kijkers, aan de jonge Surinamers van de Indiase afkomst die eigenlijk misschien zouden willen meedoen of meer informatie zouden willen? Ja, dus als je jezelf zeg maar confidenter wil maken, had je een droom om mee te doen aan Miss India. Als Miss Teen kan je nog altijd groeien als je het niet hebt gehaald in Miss Teen category, kan je altijd nog meedoen aan Miss. Maar voor de misses die zeg maar een droom had om mis te worden en die konden dat niet zeg maar beleven toen ze jonger waren, nu heb je de tijd om dat weer, je hebt nu de kans gehad, geboden gehad om dat te gaan doen. En ik zou zeggen, is gewoon een, is not only a queen feeling, maar het doet je goed. Ik zou zeggen, registreer je. Hey, hartelijk bedankt. Dit was de beeldschone Ruina Barrett die haar oproep heeft gedaan aan de Surinaamse vrouwen van Indiase afkomst of van wie een of een van de ouders van Indiase afkomst is om zich in te schrijven voor de Miss India Worldwide verkiezingen Suriname.